Ruim 500 genodigden waren op woensdag 16 maart aanwezig bij de spectaculaire opening van de nieuwe bagagehal Zuid. Ik ga dat proberen, dames en heren. Het is vandaag een mijlpaal voor Schiphol en ook voor het 70MB-programma. Bagagehal Zuid, of kortweg Zuid, is de meest innovatieve bagagehal ter wereld en maakt deel uit van het zogenoemde 70MB-programma. Dit programma heeft als doel om in de toekomst 70 miljoen stuks bagage per jaar te kunnen afhandelen. Dit is 20 miljoen meer dan de 50 miljoen die nu worden verwerkt. Schiphol als hubluchthaven heeft enorm belang bij bagage. Bagage is het kritische proces om binnen de overstaptijden de koffers uit het ene vliegtuig te krijgen, opnieuw gesorteerd en weer geladen in het volgende vliegtuig. Dat moet onder hoge tijdsdruk gebeuren en in heel grote aantallen. Ja, dan kun je alleen maar veel investeren om daar mee te gaan in de wereld. De bouw van de nieuwe bagagehal heeft 7 jaar geduurd en is met name bedoeld voor de verwerking van transferbagage. Een van die wijsheden heb ik goed onthouden. Niet iedere passagier heeft een koffer, maar iedere koffer heeft wel een passagier. Met deze innovatieve kelder lopen we vooruit op de bagageafhandeling van de toekomst. Schiphol stelt de bagageinfrastructuur en systemen op de luchthaven beschikbaar aan afhandelaren en luchtvaartmaatschappijen. Zij zorgen voor de verwerking van de bagage van en naar het vliegtuig. Begin december 2010 is Zuid voor het eerst in gebruik genomen door onder meer Transavia.com en KLM. De eerste ervaringen zijn bijzonder positief. Niet alleen voor de technische performance, maar vooral ook voor onze medewerkers. Die voor het eerst een dusdanige hoge robotgehalte in het werk hebben. Dat werkt enorm plezierig, dus zeer positief. Met name het feit dat hier 60% van de koffers beladen worden door 6 robots. Die helemaal automatisch dat dag en nacht kunnen doen. Ja, dat is iets wat nergens bestaat. En daar zijn we ook met name, zijn we als Schiphol, maar ook als KLM, heel trots op. En qua innovatie zijn we weer gewoon nummer 1 in de wereld. Vlak voor de opening van Zuid had luchtvaartjournalist Arnold Beurlage een exclusief gesprek met Schiphol-directeur Jos Nijhuis. Dit interview is later vandaag te zien op Schiphol TV.